Goedendag, beste kijker. Hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Wist u dat volgens RFID, chipconstructeurs, de mens zijn identiteitskaart weldra niet meer in zijn zak zal hebben, maar onder zijn huid? Voor velen lijkt dit een vage utopie op het gebied van controle, maar in werkelijkheid is het allang begonnen. Wereldwijd werden reeds vele duizenden RFID-chips ingeplant. In 2004 werd een GPS-chip ingeplant bij 168 medewerkers van het Nationale Informatiecentrum in Mexico. En deze zou niet verwijderbaar zijn. Aan de ene kant krijgt zo'n medewerker met RFID-chip toegang tot het extra beveiligd areaal en aan de andere kant kan hij overal worden gecontroleerd en geobserveerd, dus niet alleen op de werkplaats. De RFID-chip maakt het mogelijk via satelliet altijd en overal de plaats van de medewerker te bepalen. Welgestelde ouders uit Zuid-Amerika lieten daarom ook hun kinderen, uit angst voor ontvoering, uitrusten met een RFID-chip. Bij delinquenten worden de implantaten toegepast als vervanging van elektronische enkelbanden om hun verblijfplaats te controleren. Ook in het medische bereik worden RFID-chips ingezet, bijvoorbeeld bij dementerenden. De chip wordt tevens aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd, bijvoorbeeld in de Baia Beach Club in Barcelona en de Bar Soba in Glasgow krijgen gasten VIP-toegang als ze zich door een discodokter laten chippen. Christy Ball, socioloog aan de Open University Business School in Milton Keynes, Engeland, zei hierover: "De kiem voor de technologie is gelegd. Ze zal zich in de komende tijd uitbreiden als wij ons als volk niet verzamelen en een duidelijk nee daartegen stellen. Zegt u mee nee met ons? Dan wens ik u nog een goede dag en graag tot ziens."